Reza Madar, met als pseudoniem Serachiel van Mark, is de winnaar geworden van de Clark Accord Soriu Talenti schrijfwedstrijd 2021. Hij heeft de hoofdprijs van deze wedstrijd veroverd met zijn verhaal Snik in de Nacht. Hilly Arduin, een van de juryleden, wees erop dat Serachiel van Mark een aparte schrijfstijl heeft gebruikt. Hij heeft namelijk gebruik gemaakt van de dagboekstijl. De schrijver van dit verhaal heeft een aparte stijl gebruikt, een aparte schrijfstijl. De schrijver van dit verhaal gebruikte het dagboek als vriend om te vertellen wat hij of zij had meegemaakt. In een dagboekstijl wordt de lezer meegenomen in de gebeurtenis die zich in coronatijd binnenshuis afspeelde. Moet je voorstellen, corona, niemand mag naar buiten. Je hebt je dagboek en er gebeurt van alles en nog wat. Er zit een stevige spanningsopbouw in het kort verhaal. En zowel het plot als motief zijn uiterst verrassend. Mavis Accord, voorzitter van de Clark Accord Foundation, haalde aan dat de overwinning van Serachiel van Mark wel opmerkelijk is. Hij had namelijk al deelgenomen aan de eerste Soriu Talenti schrijfwedstrijd. Met recht kan dus gezegd worden dat de aanhouder altijd wint. Want ik heb jou benaderd om als jongeren deze wedstrijd, vijfde editie, om in de jury plaats te nemen. En toen heb jij tegen mij gezegd, mevrouw Accord, ik overweeg nog om nog één keer deel te nemen aan de Soriu Talenti schrijfwedstrijd. Want ik ben nog binnen de leeftijd en volgend jaar kan het niet meer waarschijnlijk. Dus ik wil nog één keer een poging wagen. Dus ik ga wel meedoen of als jurylid of als met het inzenden van een verhaal. En toen heb ik gezegd, Reza, als ik jou mag adviseren, doe mee. Jurylid kan je altijd zijn, maar net wat je zelf zegt, het is misschien voor jou een laatste kans, dus doe mee. En kijk, hier sta je, eerste prijs, van harte gefeliciteerd met jouw verhaal Snik in de Nacht. Een verhaal van deze tijd, geweldig. Mavis Accord, voorzitter van de Clark Accord Foundation. De winnaar kreeg een cheque van 5000 SRD en een aanmoedigingsprijs van 25 euro van de Stichting Eer en Herstel uit Amsterdam. Ook kreeg hij een aantal boeken. De tweede prijs van de Clark Accord Soriu Talenti schrijfwedstrijd is gegaan naar Ayesha de Roy, terwijl Najesty Bruce op de derde plaats eindigde.